Terwijl hier achter het feestje wordt gevierd van de drie punten die zijn behaald door Katwijk. Dat klinkt gezellig, Rob, Suzanne. Ja, in de kantine is wel weer gezellig, ja. Dat, ja. Dat gaat nog wel even door vanavond. Is geen moeilijke dag voor jullie vandaag? Nee, nee. Zo is het zeker ook overgekomen. Maar ik denk wel dat het vandaag onze verdienste was. Ik denk dat we heel goed begonnen. Laatste gedeelte van de eerste helft geef je het iets meer weg. Je geeft geen kansen weg of wat dan ook, maar... Ja, zijn we niet zo scherp als dat we waren. Ja, het is lekker dat je 1-0 voorkomt en gelijk naar rust maak je 2-3-0. Ja, dan weet je dat je deze potjes makkelijk uitvoetbalt. Ja. Ik denk dat Ricardo Kieboom, de keeper, die heeft ze nu denk ik schoon weer in het kastje gelegd. Ja, hij zei net toevallig. Hij zegt ik hoef niet te douchen vandaag. Dus nee, dat is ook zo. Ik denk dat ik hem één keer heb zien duiken in de eerste helft. En voor de show. Ja, nou, toen krulde die spits aardig naar het kruisinkje. Ja. Maar nee, ik denk dat we gewoon een goede prestatie hebben geleverd vandaag. En een mooie week op een waardige manier hebben afgesloten. Ja, het was inderdaad wel een hele bijzondere week voor Katwijk. Ja, absoluut. Ik denk maandag, dinsdag gewoon goed en hard getraind. Alleen donderdag stond compleet in het teken van Sander. Ja, en dat is heel emotioneel. Gelukkig sloeg de stemming, of gelukkig, begrijp me niet verkeerd, sloeg de stemming wel positief over. En hebben we het ook gezellig gemaakt. Ja, en dan wil je toch vandaag die drie punten gewoon pakken, ook weer voor hem. En ja, ik denk dat dat gebeurd is. Is het moeilijk om dan juist die knop weer om te zetten van zo'n emotionele periode waar je met z'n allen doorheen gaat, zo'n emotionele avond die je donderdag met z'n allen hier hebt gehad, om dan vandaag ja, toch maar weer gewoon tussen haakjes ja, het vizier op het voetballen te richten? Nee, ja. Nee, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Waarom? We hebben ook wel eens motivatie, Sander. Sander komt toch voor de wedstrijd gewoon weer binnenlopen, zit er weer bij. Ja, en dan weet je gewoon dat je het ook weer voor hem gaat doen vandaag. Dus ik denk dat dat gewoon positief stimuleert. En ja, hij loopt er natuurlijk al wat langer mee. Dus het is niet dat het, dat het plotseling kwam. Ja, dan is het misschien iets makkelijker verwerken na zo'n donderdagavond. En ja, ik zeg altijd, dat is een beetje het leven tegenwoordig. Donderdag staan we allemaal te huilen. En vandaag loop je te zeiken als iemand de corner verkeerd trapt. Ja, en dat is een beetje het relativeren van alles, maar... Nee, knop ging, is goed omgegaan en goede overwinning vandaag. Ik denk dat het ook voor jullie lekker is, wat je zegt het ook al. We halen er ook de motivatie uit dat hij dan juist voor de wedstrijd die kleedkamer even binnenkomt. Ja, absoluut. Ik bedoel, we zijn super blij dat hij er is. Alleen zijn aanwezigheid al, dat straalt een bepaalde energie de groep in ook. En, maar ook voor zichzelf, weet je. Het is echt zijn uitlaatklep en dat moeten we hem ook absoluut niet ontnemen. Dus nee, klasse gedaan, Sander. Ja. Mooi is dan ook dat hij dan juist ziet dat zijn club hier gewoon lekker vol bovenop knalt. Geen kans weggeeft, nou, behalve die ene in de eerste helft dan van de spits van Achilles. Dat ook gewoon lekker die drie punten worden binnengehaald. Het had wel 5-6-0 kunnen worden. Ja, 3-0 is ook prima. Ja, absoluut. Ik bedoel, dat is ook zo. Want het is nog een type die zich nog druk zit te maken, ook al morgen als we verliezen. En ik heb hem al vaker gewaarschuwd. Hij moet met andere dingen bezig zijn. Maar nee, ja, het is gewoon... Het was een goede overwinning vandaag. We hadden weinig moeite, maar ik denk nogmaals, vandaag was het wel onze verdienst. Gefeliciteerd. Dankjewel.